De Surinaamse luchtvaartmaatschappij, de SLM, heeft gisteren haar nieuwe vliegtuig voor de Mid-Atlantische route verwelkomd op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven. Het gaat om een Airbus A340-300 die is gehuurd van de maatschappij Lesser V2 Aviation in Dubai. Stephen Gunesh, waarnemend directeur van de SLM, is er trots op dat Suriname en vooral de SLM wederom een eigen vloot kan hebben voor de Mid-Atlantische route. Het binnenhalen van deze Airbus betekent ook een stap in de goede richting voor de vliegmaatschappij, meent Gunesh. Het betekent een heleboel. Het betekent weer een verdere stap, een volgende stap in het herstel van de SLM. In het kader van het heel plan wat we hebben uitgezet, hoe wij dat stapsgewijs willen doen. Wat wel zo is, is dat het vliegtuig er nu staat, maar dat wij uiteraard nog een traject voor de boeg hebben. Als het gaat om de certificering met CASA's, maar ook met de EASA in Europa. En dat is het traject dat we nu uitzetten en verder voortzetten, waardoor we op kort termijn hopen de vliegtuig in te kunnen zetten. Nou, ik kan u zeggen dat we al een paar maanden bezig zijn met V2 Aviation, dat is de lessor, de eigenaar van dit vliegtuig. We hebben weliswaar in het traject van infasering een beetje de voorkeur gegeven aan de 737-800 en dit vliegtuig dus nu kunnen binnenhalen, maar we zijn er al een paar maandjes mee bezig. De Airbus is geschikt voor lange afstanden zoals de route Paramaribo-Amsterdam. Het reizend publiek zal merken dat niet alle kleuren op het vliegtuig de originele kleuren zijn van de SLM, zegt de waarnemend directeur, omdat het huurcontract van zo'n Airbus voor bepaalde tijd is. Ja, laat me zeggen dat dit het kleurenpatroon was van dat al op het vliegtuig aanwezig was. De SLM, wij wilden uiteraard de motoren ook wit hebben. Logistiek en planning-wise was dat niet mogelijk op het moment om het nog te doen voor het vliegtuig naar Paramaribo kwam. Wij kijken wel naar opties om het alsnog te doen, maar we kijken ook naar het kostenplaatje dat het met zich mee kan brengen. En dat zullen we overweging nemen of het wel of niet de moeite loont om daarin te investeren. Het vliegtuig is immers ook nog een tijdelijk vliegtuig voor de SLM, een tussentijds vliegtuig. Dus je houdt natuurlijk de investeringen die je doet dan redelijk in de gaten. Om niet ervoor te zorgen dat je aan de minzijde terechtkomt. Dat willen we niet. En we willen investeringen doen die goed zijn. Belangrijk voor ons is dat het goede motoren zijn, dat het veilige motoren zijn. En ik denk dat dat de drijfveer moet zijn. De Airbus A340-300 heeft bijkans 260 zitplekken. De verwachting is dat uiterlijk de derde week van maart de officiële huuroverdracht zal plaatsvinden.